Als het aan de gemeente ligt, moet dit woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven weg. Het stadsbestuur zegt dat het er niet veilig en leefbaar genoeg is. Bewoners zijn verrast en boos. Van 1980 wonen we hier al, dus ik wil niet weg en niemand die wil weg. Deze verrassing is heel groot. Die komt als een koude douche op je dak. Dat is echt. Ik denk, zou mijn buddy gek. En dan leeft de brief en leeg in de brievenbus. Ja, dan schrik ik er wel een beetje. Ik krijg gewoon hartkloppen van. Op 17 woonwagenkampen in de stad is er jarenlang gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid en kansen voor de jeugd. Volgens de gemeente is dat op de Heezerweg niet gelukt. En dus moet het kampje opdoeken. Waar is dat? Waar is het op gestoeld? Geen veilige locatie. Kijk eens hoe mooi het hier is. En rustig. Dus dat zijn allemaal dingen die ze gebruiken om hun eigen wil door te zetten. Ja, dat vind ik totale onzin. En als je drie of vier keer per dag de politie rondrijdt en zijn rondje doet en die vinden het dan onveilig, ik neem aan dat ze dan stoppen en een bewoner aanspreken of ziet de opverkeer. Het besluit is opmerkelijk, want de gemeente kondigde eind vorig jaar juist aan om het aantal standplaatsen in de stad uit te breiden. Om daarmee jonge woonwagenbewoners die nu op de wachtlijst staan een eigen plek te bieden. Ik kreeg daarmee wel ruimte voor de gemeenschap om die 20 jaar wachttijd toch wel terug te brengen naar 10, 11 jaar, wat nu de standaard is in de stad. We zitten met de gemeente over uitbreiding van standplaatsen. Zijn we net in gesprek en dan krijg je dit in één keer van dit opgeven moet horen. Terwijl we plaatsen al tekort komen. Dus de gemeente blijkt maar weer een hele onbetrouwbare partner te zijn. Je ziet hoe het gaat, dat blijkt de gemeente maar weer. Woonwagenbewoners die worden aan de kant geschoven en er wordt altijd over ze beslist. En nooit met ze. Wat er precies niet goed gaat op het kamp, daarover geeft de gemeente geen duidelijkheid. De gemeente wil nu niet reageren voor camera. Maandag gaan ambtenaren in gesprek met de bewoners. De komende jaren wordt er voor hen gezorgd naar een alternatief. Maar wij gaan zomaar niet elke oplossing natuurlijk accepteren. Ze hoeven nu niet te zeggen van je krijgt een mooi appartement. Want dan zit ik dadelijk op een of andere crackflat.